eerste de Nederlandse deelnemers daarbij hebben. Dus het is wel ook een beetje de bedoeling dat jullie een applaus geven als die mensen langskomen. Gevolgd door de Deense vlag. So, Danish Dynamite, please, a big hand for the Danish competitors. Volgende vlag gaan we naar Noorwegen. So are those Norwegian people. En gaan wij door naar Duitsland. Complete Monster Team and others. And of course... Frankrijk. Of course, yeah, then. In France, where are those French people? On the other side, I guess. Zonder vlag, maar Engeland. So we have almost all the people from England here on the track. We have Redline Fever and of course, Rough Justice. Okay. Gaan wij door naar Zweden. And it should have been the European Championships in the most beautiful country, Sweden, but we're here and we're very happy that all those Swedish people are here. Welcome! Good morning, you're up there! Thank you! We zijn tenslotte, we zijn in Nederland, maar we zijn tenslotte in Brabant en het Brabants kwartiertje is natuurlijk altijd wel een dingetje, maar als de burgemeester zo dadelijk zijn woorden gaat spreken, dan zal het wat overigens snel vollopen. Wij zijn hier te gast in de gemeente Alphekam en ik heb de burgemeester hier bij mij met de damsketen, dus dat wil zeggen dat we de hele officiële gebeurtenis gaan meemaken. Ik wil voor de woorden van de opening die we met wat meerdere mensen hier gaan doen, wil ik graag de burgemeester eventjes de microfoon geven. Good morning everyone. As mayor of Alphekam, I'm very honored to welcome you all to the opening of the European Truck and Tractor Pulling Championship in Alphen today. A special welcome to all participants, stewards and naturally the organizers of this exciting European Championship in our beautiful town of Alphen. As a proud mayor, I would love to tell you all about the wonderful environment in which you find yourselves. However, I know that we have a full program today, so I will keep it short. We are in Alphen at the moment, and Alphen has a population in excess of 4,100 inhabitants and is part of the municipality of Alphekam. Alphekam has 10,000 inhabitants. The municipality of Alphekam is a lovely green rural community. We belong to the international network of Citaslo municipalities. Those are municipalities that offer an excellent quality of life in terms of living, working and recreation. The European Truck and Tractor Pulling Championship is a prime example of the ability of our people to organize. Stichting Trekker Trek Alphen, the organizing committee behind this event, has been in existence for 35 years now. And truck and tractor pulling in Alphen has a rich history that dates back just as far. Tractor pulling started small in Alphen, but has meanwhile grown into a true spectacle, an event that is a great attraction in our community and far beyond. It's of course an incredible honor to be asked to organize a European Championship, but it's also hard work. The organizing committee made a great effort and put in many hours of work alongside numerous volunteers to make this European Championship possible. And they succeeded in transforming Alphen into the tractor pulling capital of Europe for a weekend. A championship like this is only possible thanks to the Herculean efforts of a very professional organization and the many committed volunteers and sponsors. Our thanks goes to those whose efforts made this possible. It's already a success as far as I'm concerned. The National and Grand National took place yesterday. Today will be dominated by top class performance because the time has finally come to battle it out for the European titles. A warm welcome to you all and a pleasant stay in Alphekam. Thank you for your attention. Yo, 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 maak een applaus voor de burgemeester! Als wij dan ook zien dat ondertussen de motoren gestart worden, dat de laatste baanpreparaties hier plaatsvinden en als ik dan de woorden van de burgemeester erbij pak,
dat er keihard voor gewerkt moet worden om hier een evenement weg te zetten, dan is dat denk ik meer dan duidelijk. Jesse is cracked again, like Ray Nicholson in the past. So I doubt if we will see them back on the track. To be honest, I don't think so. That is amazing. Begonnen. Ik weet het, de eerste dagen van Flevolhof nog. Maak een applaus en we gaan even meezingen. Komt die, Arie. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de Gloria, in de Gloria, in de Gloria. Misschien een ander gaan. Het is een powerpack voorop en straks in de Light Modified doet hij dat met drie motoren. Dat is nooit meer gaan vergeten. Prachtig. Wij gaan prijs uitreiken aan het eind van de baan. En daarvoor heb ik de Arizal Dispute Giant nog. In de week voor twee wagens strooi op de achterwielen bij het stoplicht wegging. Die daarmee naar school kwam, maar die daar ook gewoon op zondag een paar pk'tjes bij schroefde. En dan weet je dan. Here we have the same way of testing from the carbon ventilation due to oxygen connected to this team. Brother Rollers, die kijken hier nog even naar de vlag en hadden natuurlijk de hoop. Het zijn wel de mooie foto's die nog overblijven van die laatste run, want die vlag die staat heel kort bij. Maar dan zitten ze daar toch wel net aan onder en dan heb ik het over de zojuist samengevatte free, I think, in de Danish Prize Stock Competition. Yes, the big hands and our goodbye to this tractor. The former Blue Bambino, later on, Reynolds verkeerd. Als je natuurlijk met 17 trekkers zo kort richting 2, 3, 94 meter gaat, dan kun je walsen, schuiven en alles doen wat je hebt. Maar dan ga je toch gewoon, als je wat later in de klas staat, en hopelijk je kunt dan doen een great result. We wish you all the best. Here we go. Up, go power. Achter het stuurwiel op jacht naar de vlag. We gaan het afwachten, Guus. Het ziet er heel goed uit. We hebben er al eentje die al wat kiezen moeten hebben. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Reach the end. Open. Zonnevinnig zonnetje.
fantastic job today here. Well done, guys. Great job commentating as always. Mixing between the Dutch and the English must be a hard task. Yes. I can only speak English, so I'm easy. I don't have a choice. But next on the line, ladies and gentlemen, is Ted Nicholson on the Rough Justice. Ted has been multiple UK champion. This year it was crowned to Ice Bear. We've seen Mike Simmons on the Ice Bear compete in the pull-off a little earlier on. Now it's the final UK guy in the pull-off. Ted Nicholson on the old machine, Rough Justice. This is a standard machine, not a component machine, this one. A lot of the pro stocks now are running components, whereas this one is still original as it was. Started life as a super stock in the UK, where the super stocks used to run diesel. And now it's been converted to a pro stock many years ago. And Ted and Martin have been running this pro stock for many, many years. And Ted has been seen competing over in the Euro Cup, been to Marder and Putten numerous times. This just to concentrate on the UK scene. Managed to get to compete with some Euro Cup competitors over at Great Eccleston 2 weekends ago and fared very well. If he could manage to back it up to the sledge in a straight line, that would also help matters. Hopefully we'll get him to see his mean old class, his pro stock class. We've seen the best of the best in Europe competing. The Mud Patrol currently in the lead. But let's see if the UK guy can get anywhere near that chequered flag, just short of the 100 metre mark. He'll have it all to do, a little bit under horsepower compared to some of the top Dutch pro stocks. But certainly giving it his all, no doubt. Let's see what this old IH can do. Where we finally get it backed up to the sledge. We wait for everybody to indicate we're happy to ready to rock and roll. That's the steel for the heart, all through the Dutch ceiling. Come on, yes, I got it. Let's roll that three key arms. Come on! Hey, hey, hey. Hier even te maken met een, laat ik zeggen, weddenschapje wat werd afgesloten rondom de wedstrijd in Montfort. Maar het zal deze man loslezen, want die doet gewoon lekker een dutje. Dutje, ik ben hier gewoon in de zon. Die ganze wolken nebelig zien aus. A big challenge, but it is possible with this machine. And a big hand, and he deserves it. Mooi hoor! Ik hoop dat we dat nu meer kunnen. Maar toen heette die sled 100 en nu heeft die Beautiful Noise en is hij voorzien van hele andere motoren. It's a beautiful noise. Ja. Ah, en die heeft hem ook. Oké, here we go. De lead is in front. Oh, zo. Maar de twee jaar geleden openen we omheen met deze muziek. Live Jorgensen. Wie weet bij jongens op dit stel wat een lekkere muziek is. Steering wheel driving this weekend for, let's say, the first weekend on Allianz tires. So it's the second day on Allianz tires, and we're talking about the DAF engine. And we had a previous frame, the framework going. Thank you.
Achtung und Refrain! We're working on sunshine, you haven't left enough? So new, in terms of all, we have six more goals in the live modified. And all the ones have a second attempt. We have a play. De concurrenten, maar neem van mij aan dat het niet helemaal makkelijk is om aan deze afstand te gaan komen in deze klasse. Het staat er echt als een huis. Kweko Organic Fertilizers. We zullen zeer trots zijn op de machine. Let it be. And in my heart of darkness, she is standing right.
team. En daar natuurlijk ook graag naartoe. Russian Roulette, daar ook graag naartoe. Bennersvoer. En wat een afsluiting, wat een kroon op het werk. Want ik zie heel veel mensen hier al huiswaarts keren, ik kan het begrijpen. Dat betekent dat ik vanaf deze plek alle vormen van waardering wil uitspreken voor een organisatie. Maar Arie, dan heb je er ons formidabel voor eens.